En ik ben de projectcoördinator van VZ205. Dus ik sta een beetje in voor de boekhouding, ook het projectmatige, het contact met de partners, de verhuur en zo. Ja, voor ons was het eigenlijk heel fijn om het project Resor samen met Hal5 in te dienen. Ik denk dat dat een heel krachtig verhaal was, of een heel krachtige manier om VZW Hal5, de plek aan zich, ook wat gewicht in de schaal te gooien. Of, ik denk dat dat wat draagkracht heeft gehad, ik zal het zo zeggen. Dus dat is eigenlijk een project Circus in Beweging, Arctos, maar ook Hal5. En dat was meteen de eerste keer dat we Hal5 ook konden inzetten als plek, als ruimte. En ja, het effect was voor ons heel groot. In die zin, dat was altijd een vanuit de missie en de visie van de Hal de bedoeling dat we eigenlijk die open plek konden zijn. En tot nu toe is dat zodanig gelukt met de partners onder ons dak. Maar was dat heel mooi dat we ook eens naar buiten konden treden en ook de jongeren rondom Hal5 en de buurt echt konden betrekken bij wat dat we hier eigenlijk dagdagelijks doen. Dus in die zin sloot dat heel mooi aan met de missie en de visie vanuit het ganse project Hal5. En dat was heel fijn om dat dan met twee grote partners, Arctos en Circus, eigenlijk te verwezenlijken. We hebben 16 partners onder ons dak met hun bezigheden, met hun activiteiten. Maar zoals de lessen vanuit de circusschool bijvoorbeeld, als die vol zitten, zitten die vol. Dat is ook niet altijd heel laagdrempelig. Daar is een inschrijvingskost aan verbonden. Bij Sporty is dat ook zo. Bij Arctos is dat oké, ze willen de jongeren bereiken, maar dat is ook niet altijd makkelijk vanuit een container binnen of onder ons dak. Dus dat was eigenlijk een heel mooi project om ook die jongeren buiten de hal te bereiken en die ook een beetje toeleiding te geven naar wat dat er eigenlijk binnen gebeurt en hen ook een beetje eigenaarschap te geven over de ruimte. De jongeren die dat een beetje in het wit vlak zaten, die dan niet direct hier al verbonden waren met de plek. En dat hadden we nooit zonder Resor eigenlijk kunnen bereiken, omdat we daar geen middelen, geen tijd, geen energie en in het voornaamste geen mensen op hadden staan. Dus dat was eigenlijk de mooiste kans dat we daarmee kregen via het project. Ja, wat dat ik echt het strafste vond vanuit projectcoördinatie, dus een beetje vanuit toeschouwer eigenlijk, want buiten het faciliteren van de ruimte of van het DNA van onze plek, heb ik zelf niks actief toegevoegd aan het Resor-project. Maar ik vond het echt prachtig om te zien de verscheidenheid van de jongeren dat ze hebben bereikt. Dus ook al was de groep niet altijd gigantisch groot, het was heel mooi om te zien dat ze op een gegeven moment een weekend of een overnachting hebben gedaan, waar dat zowel de middenklasse jongeren van hier om de hoek of hier een straat verder eigenlijk aanwezig waren, samen met iets meer zorgbehoevende profielen of profielen met een specifieke achtergrond die dat dan toegeleid waren door zorginstellingen verder hier vanuit de stad. En die combinatie vond ik echt ongelooflijk. Allee, dat moet een enorme meerwaarde zijn voor die jongeren om dat op zo'n leeftijd al eigenlijk in contact te komen met een heel breed veld van verschillende mensen, diverse achtergronden. Dus ik denk dat ik, daar was ik het aangenaamste van verrast. Of dat vond ik echt het krachtigste van het project. En voor mij is het project wel succesvol, om het zo te zeggen. Het heeft echt wel een impact op de jongeren. En hoe ik dat merk sommige jongeren die in het begin echt wel wat op de achtergrond bleven en eigenlijk eerder toekeken dan echt actief deelnamen aan de activiteiten. Allee, toch zeker als het over bij parcours ergens opklimmen, op iets hoger, op stelte lopen of zo. Die dat in het begin niet goed durfden. Maar door eigenlijk die activiteiten vaker aan te bieden en ook in een groep te werken waarin ze elkaar beter leerden kennen en elkaar leerden ondersteunen. Zijn er echt wel jongeren die op dat vlak echt wel hun grenzen verlegd hebben. Maar ook wel de manier hoe de jongeren
met elkaar omgaan. We zitten met een paar specifieke profielen. Jongeren met autisme, jongeren die meer op straat hangen. Echt zo'n beetje alles door elkaar. Dat is waar we wel van hielden. En net om hen in contact te brengen en begrip voor elkaar te doen krijgen. Wanneer het bijvoorbeeld één iemand zich heel ongemakkelijk voelt bij regenboogvlaggen, omdat dat te gay is volgens hem. Maar dan iemand anders vertelt dat zijn ouders dat hij twee mannen als ouders heeft. Ja, dan creëert dat wel een conflict en dat opent hun wereldbeeld wel heel erg. En waar ze daarvoor heel misschien wat populistisch en polariserend daar rond denken. Of wat extremer, leren ze wel om dat een beetje te temperen. We hebben sommige jongeren gezien waar we echt wel een groei hebben mee meegemaakt. En dat we wel zagen van als ze binnenkwamen dat ze heel schuchter, heel bang waren. En dat ze nu inderdaad wel mooi aan het openbloeien zijn. We hebben wel zo wat jongeren die wel een beetje gegroeid zijn, maar zo nu wel op hetzelfde niveau zitten. Maar ook heel divers. We hebben ook jongeren waar we niet echt superveel verschil merken. Dus het hangt er wel wat van af, maar we vinden het al fijn dat ze komen, dat ze het ook nog altijd fijn vinden om te doen. Maar ik denk inderdaad zo onbewust zien wij een verschil, maar merken ze misschien niet altijd zelf dat ze er een verschil is. Voordat we dit project deden, merkten we dat er vooral ook heel veel conflicten waren met onze jongeren en het barpersoneel op dat moment. Vooral het niet naleven van geen fietsen of steps in de hal. En dat we wel merken dat daar een betere relatie is ontstaan. Dus momenten dat het escaleerde, dat we er ook bij konden zijn, mee konden ingrijpen en daarmee aan de slag gaan. Dat zorgde dan voor een meer gedragenheid, zowel van de jongeren als het barpersoneel. Dat het barpersoneel dan soms eens een drankje na de sessie had aangeboden. Of dat jongeren inderdaad veel meer, ik ga van mijn step afstappen, ik ga veel meer respect daarvoor hebben. En zelfs op een punt andere jongeren aanspraken van, niet binnen met de step, dus dat was heel fijn. Ik merk ook wel dat de jongeren elkaar meer kennen. Dus ook al is er geen resortactiviteit, als ik hier soms ben, dat ik wel zie dat jongeren die elkaar ervoor eigenlijk nooit kenden, die hier allemaal regelmatig passeren, elkaar nu ook wel eens aanspreken van hey, zit jij hier ook? Gaan we samen wat met een bal spelen? Dus dat het de jongeren van de buurt wat meer heeft samengebracht ook, of toch in ieder geval die kennis. En ook wel de wat is hal 5 exact, waar houdt het in? Maar ook anderen die dan meer doorstromen naar ik ga eens vrijwilliger zijn. Bij Antico, bij de pizzazaak bijvoorbeeld. Dus dat de bekendmaking er ook veel meer is. En dat is wel fijn dat ze ook wel weten, ik kan hier terecht. Een paar jongeren van ons die dan op de open deurdag van zoveel jaar hal 5 wafeltjes staan te verkopen voor het goede doel, omdat ze dan meer weten van hier is die locatie, hier is die setting, hier kan ik dat doen. Of dat ze dan even helpen met flyeren en dat ze dan een drankje kunnen krijgen, dus dat er wel al veel meer wisselwerking is. Ik denk dat het mij langs de andere kant ook wel sterker heeft gemaakt in zo nog flexibeler omgaan met zowel met de jongeren als met een andere begeleider, omdat ook Stef van een andere organisatie komt, dat je toch merkt van hoe goed je ook klikt, je toch uit andere waarden en normen komt. Dus dat ook daar die groei wel is, ook zo een betere verstandhouding. Wat versta ik onder circus in beweging? Waar staan ze eigenlijk voor? Maar ook vice versa. Een tweede ding dat voor mij daar wel belangrijk in is, is dat de jongeren blijven komen. Want ik denk, moest het voor hen niet veel betekenen, zouden ze ook afhaken op een moment. Wat sommigen ook wel doen. Hè. En dan de jongeren die vaak blijven komen. Het is ook leuk dat ik die dan los van het project ook tegenkom. Dat die mij ook dingen sturen als die mij nodig hebben. Als ze dingen willen ventileren, als ze over iets een beetje een ander advies nodig hebben of zo. Dus ik denk dat ze op dat vlak ook wel hun eigen netwerk en hun resources waar ze naartoe kunnen uitreiken als ze zo wat met vragen zitten en zo, wel serieus vergroot hebben. En op dat vlak echt wel een meerwaarde is geweest om dat via het project te doen. Ik ben Hannes, ik ben 14 jaar en doe al drie jaar? Ja, drie jaar resort. Ik ontmoette Stef tijdens een workshop. En daar had hij verteld dat hij een nieuw project voor jongeren opstartte. En dan legde hij uit wat dat was en had mij een folder gegeven. En dan
ja, zo ben ik beginnen komen. Het is inderdaad traag gekomen, hè, die 3 jaar. Maar als ik nu terugkijk naar de 3 jaar geleden en de Hannes nu, dan is daar wel toch wat meer zelfvertrouwen, meer, ja, toch initiatief durven nemen, iets om te bespreken met mijn leerkrachten of zo. Je hebt wel die kracht gekregen om dat ook zelf te doen. Dat is een stuk misschien ook standaard in, ja, opgroeien. Maar ik denk dat dat zeker ook wel meegemaakt heeft door hier aanwezig te zijn en hier te zien van, alles kan, het gemakske, geen stress. Ik heb het gevoel dat je altijd heel rijkhalzend uitkijkt naar, en wat gaan ze doen? En wat is de planning? Ja. En ah ja, ah, het is dat of dat, ah ja, daar heb ik zin in. Ja. En dat je dat ook echt spijtig vond, de voorbije 3 weken was je ziek, dat we dat juist misten. Zo, ah, het was wel parcours vanavond. Ja. Ik denk nu spontaan terug aan dat weekend dat jullie gedaan hadden tijdens de kerstperiode vorig jaar. Ik denk dat dat voor een deel wel heel veel uit je comfortzone stappen was. En dat dat bij mensen was die je niet kende. Er was niet zoveel op voorhand gepland. Dat ik echt heel veel verschillende mensen heb gezien. En dat dat ook wel leuk is om dan nieuwe mensen te leren kennen en een leuke activiteit mee doen. Wat je wel merkt is dat het project de kinderen in hun eigen kracht zet. En dat vind ik wel mooi. Die veerkracht dat je er juist zei, dat merk je. Dat is niet per se een emotie, maar ja. Dat is een gevoel mee. Ja, dat is ook een emotie, hè? Een gevoel. Maar, ja, dat is een synoniem. Niet, ja, boos, blij, bang, allee. Kunt u ook verkrachtig voelen. Ja. Voilà. Ja. Zijn dan de minder bekende emoties. Ja.